Goedemiddag. Ik zit hier op de camping, dat zie je wel in de caravan. Ik zal mijn verhaal vertellen wat ik in 1979, 's ochtends vroeg, heb gezien op vliegbasis Soesterberg. Het was een zeer donkere nacht en ik moest een soldaat in de militaire jeep naar Camp Nieuw Amsterdam brengen om in zijn wachtpost af te zetten. We reden via de startbaan, gaan we dan aan de kop van de startbaan ga je oversteken om aan die kant te komen. En je rijdt ook langs die shelters waar de vliegtuigen in staan. Op het moment van het oversteken van de kop van de startbaan, ja, kijk ik naar links toe automatisch en dan zie ik je ziet sterren en je ziet ook het twee of één lamp eigenlijk eerst heel fel branden tussen die sterren. En dan denk je van ja, wat is dat? Nou ja, goed, dan stap je uit. Ga je beter kijken. De soldaat die ik bij me heb, die stapt ook uit. We kijken met z'n tweeën. Dan praat je, wat is dat? Ja, weten we niet. Dus ja, en je kan een tijdje kijken en dat duurt nog wel even voordat de lampen wat sterker werden. Ik denk, ik meld het even aan de wachtcommandant, aan de sergeant van Vliet, die daar op de hondensectie zit, commandopost. En die, ik denk, dat meld ik even van wat er aan ziet te komen. Want het is een beetje raar, de startbaan is niet verlicht. En het lijkt net landingslichten dat het vliegtuig zou gaan landen. Maar ja, goed, dat kan niet. Dus ik meld het via mijn portofoon en ik zeg tegen hem van wil je even naar buiten gaan? Want ik zie daar een paar lampen schijnen. En het lijkt een UFO, oftewel een vliegend object. Niet verklaarbaar. Dus hij gaat naar buiten met zijn maten, met zijn soldaten. Ja, en die portofoon wordt ook gemeld naar de wachtcommandant die op de hoofdpoort zit. Dus die horen dat ook en die gaan ook kijken. Zodoende krijg je daar en iedereen die daar dan zit, die gaat allemaal meekijken. Ook de sergeant de Groot, die hoort het ook via zijn portofoon. Ja, op de momenten van het, dat duurde natuurlijk even voordat het vliegtuig verder nadert. Vliegtuig, UFO. En op dat moment worden die lampen, worden twee lampen. En het worden er drie, waarschijnlijk. Ik heb er twee gezien. Die andere was meer een knipperend iets. Ja, en dat duurt even voordat het vliegtuig dan boven de startbaan hangt. Maar hij blijft me wel benaderen. Het is niet zo dat hij stil komt te hangen. Het duurt toch een x aantal minuten. En dan lijkt het net of hij toch wil landen. Maar ja, als de startbaan niet verlicht is, ik weet niet hoe hij het zou willen doen. Dus ik zie dat hij wel op een x aantal 100 meter boven die startbaan blijft hangen. Dus een 300 meter, 400 misschien. Is niet te bepalen, want het is wel vrij donker. Dus dan hoogtes kun je heel moeilijk inschatten. Dan zie je dat het vliegtuig steeds dichter nadert. Ja, de lampen worden steeds verder uit elkaar. Ja, de grootte van het vliegtuig is vaker gevraagd. En het is ongeveer de breedte van de startbaan. Dus het is een vrij groot vliegtuig. Ik heb het wel eens geopperd dat het een stealth zou kunnen zijn nu. Maar toen waren die dingen er nog niet. Maar misschien waren het andere vliegtuigen die de Amerikanen wel hebben toen. Ik heb de vliegtuig blijven volgen. En die komen op een gegeven moment bij mij over. Bij de kop van de startbaan aan de Kamp, nu Amsterdam. Er zijn andere verhalen dat hij in één keer rechtsaf ging. Hij ging rechtdoor. Recht over me heen. Ook de vraag is gesteld dan van hoe zag hij eruit. Wij konden alleen maar de onderkant zien. En aan de onderkant kon ik zien dat hij een driehoek. Het was wel een driehoeker. Maar het kan natuurlijk ook dat je de staart doortrekt. Dat er een staart aan zit. Het is pikdonker. En als je boven de shelters waren. Dus boven Camp Nieuw Amsterdam is. Zag je in één keer dat hij de lampen uit gingen doen. Maar het was ook een beetje de indruk dat je zijn landingsgestel introk, waardoor de lampen ook ingaan. Dus, maar dat is ook allemaal heel moeilijk te zien om het
ja, ik blijf het zeggen, het is pikdonker, geen landingslichten, dus je ziet eigenlijk alleen maar het vliegtuig, CQ, UFO, verder trekken. Het geluid ook, was ook een heel belangrijke vraag wel. Het was geen hard geluid van dat het een doorstartend vliegtuig is. Het ging gewoon eigenlijk op één tempo ging het door. En ja, het geluid was niet harder dan ja, een keihard zoemend geluid. CQ bromfietsgeluid, maar ja goed, een bromfiets kan ook een hoop herrie maken. Dus dat blijft allemaal een beetje moeilijk te bepalen. Dus ja, dat zijn eigenlijk mijn indruk. Ja, ik heb ook met mijn soldaat daar ook gestaan. Van, het was best spannend. Maar het was niet, Sergeant Verliet had wel een verhaal van dat je de hoek om ging en bij hun langs kwam. Het was één rechte lijn, bij mij overvliegen, richting Camp Nieuw Amsterdam en over mij heen wegvliegen richting Bergenbos. Dit is eigenlijk het verhaal. En ja goed, ik ben er vrij nuchter onder. Het was heel spannend wel, ik was niet bang. Dus, ik hoop dat je hier wat mee kan doen met het verhaal naar de anderen. Ik hoor wel van je of dit, wat je hiermee kan doen. Dankjewel, tot ziens.